Voor de derde keer vertrok de Giro vanuit Nederland. Maar dat hun Giro in Nederland start, lijkt de Italianen zelf te ontgaan. Zo ontdekte correspondent Rob Zoutberg in Rome. Wie wilde, kon in Rome vandaag virtueel meekoersen met de renners van de Giro. Maar waar die vandaag rondreden, dat weet eigenlijk niemand. Oggi inizia il Giro, il Gran Giro d'Italia. In altro paese che non in Italia. Tu sai dove? No. No. Non lo so, onestamente. Non lo so. Tra l'altro sono anche un ciclista, ma a Roma? No. En wie het kan weten, die weet het ook niet. Arnhem. Dacht ik. Apeldoorn, sorry. Siamo delle TV olandese. In Holland, allora. Toch schrijven de Italiaanse sportkranten lyrisch over de Nederlandse start. Ja, de enige die natuurlijk wel weet wat er vandaag aan de hand is, is Gazzetta dello Sport. Zij schrijven over Apeldoorn als een betoverende stad met een overweldigende liefde voor de fiets. Maar ja, daarmee heb je zo'n stad voor de Italianen natuurlijk nog niet op de kaart gezet. Siamo qua. Non lo so. Amsterdam? No. Apeldoorn. Ook deze Italiaan, die Nederland goed kent, moet even zoeken. Questo qua, Apeldoorn. 10 punti. Ah, 10 punti. Bravo, bravissimo. Morgen dus de tweede etappe van Arnhem naar Nijmegen. Te zien vanaf 14:15 bij de NOS op NPO 1.